Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn vandaag bij de orchideeën-expositie van Koos Hoogendoorn op de Bermweg in Nieuwekerk aan de IJssel. Ik ga u proberen rond te leiden tussen al die prachtige planten. Ik heb hier al eentje vast. En ik hoop dat u net zo enthousiast wordt als ik. Ik weet weinig van orchideeën. Het is meer een damesplant, denk ik. Ik weet ook niet. Houden jongens van orchideeën. We gaan erachter komen. We gaan binnenkijken. En we wensen u heel veel kijkplezier. Koos, fijn dat we bij jou binnen mochten komen vandaag. Goedemiddag. Welkom. En we gaan eens even praten over orchideeën. En ja, je hebt prachtige exemplaren hier staan. Belangrijke vraag. Vroeger was de orchidee een hele exclusieve plant die je bijna nergens tegenkwam. Nu staat die in de supermarkt tussen de bosjesbloemen van 1,95. En jij wil weten hoe dat er komt? Ja. Nou, dat is heel simpel. Ten eerste zijn veel meer mensen van de orchidee gaan houden. En ten tweede is het goedkoper geworden om hem te produceren. Aha. Voor welk bedrag heb je al een orchidee? Bij ons op dit moment voor 3,95. Wat wil het publiek? Een eenpotige, een driepotige, een tweepotige, een takkige noemen jullie dat, geloof ik? Het publiek is wisselend. Dat kan je nooit van tevoren stellen. Als mensen 3 keer een grote orchidee hebben gehad, willen ze weer eens een kleintje. En wij zien dus een hele grote diversiteit in het publiek. Juist. Je hebt nu een expositie hier om ons heen neergezet. Prachtig, hoeveel staan er? Ongeveer 1500. En het publiek vindt dat leuk? Het publiek vindt het schitterend. Je hebt hier mensen die lopen in deze kleine ruimte, lopen ze gewoon 2,5 uur van orchidee naar orchidee te kijken. En de meeste kopen ook, maar je hebt er ook bij die lopen alleen maar te genieten. De bekendste is natuurlijk de Phalaenopsis, daar heb ik zelfs nog van gehoord. En daar staan we nu tussen, Koos. Ja, daar staan we helemaal tussen. We staan op dit moment tussen de multiflora's, iets kleiner, en de grandiflora's. Ja. En we hebben dus verschillende hoeveelheden takken. Dat hangt van de kweker af. Hoe beter de kweker, hoe meer drietakkers. En ja, dat vertaalt zich ook naar de consument. Ja. Waarom vindt de consument deze zo mooi? Deze Phalaenopsis, want vraag iemand om een orchidee, ze noemen gelijk een Phalaenopsis. Nou, dat is niet omdat ze die de mooiste vinden. Dat is omdat die A, heel mooi is. B, heel erg lang houdbaar is. En C, bijna overal te koop is. Aha. Hoe lang kan die bloeien? Een Phalaenopsis kan bloeien tot 1,5 jaar, maar wij verkopen ze dat ze bloeien minimaal 1 maand of 5, 6. We hebben de Phalaenopsis gehad en we gaan nu naar de Cambria. Ja, ik ben weer geen kenner, maar wat is nou het verschil? Nou, het bijzondere is dat de vorm van de bloem is geheel anders. De groeiwijze is ook geheel anders, maar dat ziet de leek niet. En de kleuren zijn ook weer heel anders als de Phalaenopsis. Ja. We staan nu bij de Brassia. En wordt ook wel een beetje spinachtig genoemd deze. Ja, dat klopt. Het is jammer van deze planten dat ze net niet bloeien. Als zij opengaan, ja, zijn ze wel geen spinkleur, want ze zijn geelachtig met spikkeltjes. En zijn het werkelijk zulke grote bloemen. Ja. En die staat er een week of 8 schitterend in de bloei. Okay. Koos, we staan nu bij een heel bijzondere. Ik zie bamboe. Ja, het lijkt er heel veel op, maar het is het dendrobium. En je kan ook aan de bloem wel weer zien dat het natuurlijk een orchidee is. Bloeit 1 maand of 3... is gewoon een uniek exemplaar en schitterend. Ja, heel apart. Nog nooit gezien dit. Nee, maar je mag gerust meer keren komen. Ja. Dan ga je meer soorten zien. Ja. Hoeveel zijn er in Nederland te koop? Hoeveel soorten? Als je naar de botanische toe gaat, dan denk ik dat je ongeveer aan de 1500 komt. Ongelooflijk. Ja. Je hebt nu de Miltonia vast. Ja, klopt. Heel apart orchidee. Groeit in Columbia. Ja. En dat niet alleen, maar groeit ook in rivieroevers. En dat zijn niet zoveel orchideeën die daar weer groeien in die tropische landen. Heel veel groeien als epifiet bovenin de boom. En het grappige van deze is dat hij dus vochtiger kan staan als de meeste orchideetjes. Okay. Hij heeft iets van een vlinder weg. Hij is uniek mooi, maar ja, ik haal er zelf niet direct de vlinder uit. Maar als mensen geneigd zijn om dat te zeggen, dan ga ik altijd mee natuurlijk. Ja. Zeg maar, ik ruik aan die bloemen, maar ik ruik niks. Nee, deze geurt niet zo erg. Hij geurt wel, maar 's morgens. Maar we hebben ook hele mooie geurende. Oh, die wil ik wel eens even meemaken. Hij is gelijk weer aan het werk, aan het knoppen eruit halen. Wat heb je nu? Arie, dit is een Oncidium Share Baby. Ja. Ruikt er eens aan. Oh, dit is apart. Het is uniek, hè? Dit is, even voor de mensen thuis, dit is apart, zeg. Geweldig. Ja, de bloemkleur is niet de meest uitspringende. Ook niet de grootste bloemen. Maar de geur gaat door je hele huis. Ja? Van één plant. Heerlijk, zeg. Koos, ik weet niet wat ik zie. We staan nu bij de Vanda. Ja. En die heeft helemaal geen grond nodig.
Nee, die groeit zonder grond. In de natuur, dan wordt hij besproeid met hemelwater. En soms zit een worteltje, zit wel eens op een tak van een boom. Ja. Groeit hij zich aan vast, pakt die voeding uit. Ongelooflijk. Ja. En kan gewoon hier van de 7 dagen droog hangen. En dan 2 keer in de week dompel je hem in een beetje water. Ja. En dan blijft hij goed in leven, blijft hij goed doorbloeien. En daarna een maand of 4, 5 komt hij weer in de bloei. Ja, en het is zo met die planten. Als ze hier mooie groeipuntjes hebben, weet je dat de plant het ook heel goed naar zijn zin heeft. Okay. We staan hier bij een heel bijzondere, de Oncidium. Wat een moeilijke naam allemaal. Die heb ik ook niet gegeven. Dat doen de botanicus. En waarom die zo heet, weet ik niet. De mensen waar die vandaan komt, uit land van herkomst, die noemen de dansende prinses. Of ook wel de tijgerorchidee. De dansende prinses, even kijken hoor. Nou, ik heb een hoop fantasie. Zie jij een prinsesje? Een heel kleintje. Ja. Is een heel aparte bloem inderdaad. Ja. Heel uniek. En lekker een hoop knoppen erbij. Ja, maar anders verkopen wij ze niet. Nee. Ik sta hier bij de mooiste orchidee, naar mijn idee. Wellicht door de kleur, maar ik ben niet de enige. Want dochter Tina van Coast, die vindt dit ook de mooiste. Ja. Wat vind jij hier zo leuk aan? De kleur. Super. Wat is dit voor een kleur? Diepblauw. Diepblauw. Vind ik tenminste. Ja. Is dat een echte kleur of is dat... Nee. De waarheid. Het zijn originele witte orchideeën en ze worden geïnjecteerd. En daardoor zuigen ze die vloeistof op en worden de bloemen blauw. Oh. En dat is dus deze keer blauw en komen ze nog een keertje terug, zijn ze gewoon weer wit. Koos, we willen even nog tenslotte weten, de voeding voor de orchidee. Water of regenwater? Wat hebben ze liefst? Kraanwater, regenwater? Wij hebben hier in ons gebied zulk schoon water dat alle water goed is. Okay. Ook wat uit de kraan komt. Dan qua aarde? Qua aarde wel speciale aarde, speciale bark. Verkopen wij ook, maar verkoopt bijna elk tuincentrum. Maar ze moeten speciale aarde hebben waar het water direct doorheen loopt. En niet op pot. Okay. Ja, want die pot aan de onderkant, daar zitten ook gaatjes in. Het water moet weg kunnen lopen. Het water moet er even in blijven staan en dan gewoon weer 3, 4 dagen droog. Dames en heren, jongens en meisjes zeg ik er speciaal bij. Ik hoop dat we door deze reportage veel meer mensen enthousiast hebben gekregen voor de orchidee. Ja. En dat meer mensen zeggen, ja, die wil ik toch ook in huis hebben. Dit is mijn orchidee. Okay, hij is misschien niet echt, hij is geïnjecteerd, maar ik vind hem zo leuk met die kleuren. Dus vandaar. Even, het is wel een echte orchidee. Ja, natuurlijk.